Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video. En in deze video ga ik je mijn eigen productarsenaal volledig met je delen. En deze staat ook onderaan deze video. Kan je deze compleet downloaden, helemaal gratis voor jullie. En daarin kan je dus producten gaan researchen en producten gaan testen. En dit is precies hoe ik mijn producten al jarenlang research en precies op deze methode test. En ik ga je precies uitleggen hoe ik dit nu doe. Nou, in de vorige video heb ik dus 20 producten laten zien via DS'ers. En deze 20 producten heb ik nu in deze Excel sheet gezet. Het eerste wat ik doe is voor elk product wat ik heb, is een productnaam maken. En deze maak ik via ChatGPT en daar maak ik een aantrekkelijke productnaam voor. Zodra ik dat heb gedaan, zet ik de niche erachter waar het product zich in bevindt. De revenue dat het op Bol doet. Nou, dit is optioneel en ik gebruik hiervoor bijvoorbeeld een tracker als Bollo of Riley. Age demographics heb ik voor nu alleen geslacht gelaten. Dus vrouwen of mannen en vrouwen of mannen alleen. Zoals je ziet is sommige mix. Ik heb het voor nu even buiten beschouwing gelaten, de leeftijd. De URL's heb ik erbij gezet van Bol van het product waarop het staat. De AliExpress links en na die AliExpress links komen het aantal orders. Product nummer 1 is dus het product met de meeste orders en product nummer 20 is het product met de minste orders. En zo test je je producten van boven naar beneden om de meeste kans te hebben om een product te laten lukken en een winnend product te hebben. Nou, voor de producten die je kan vinden op Bol zet ik daar dus ongeveer een vergelijkingsprijs bij, een gemiddelde prijs die ik vind op Bol. Daarna zoek ik op AliExpress de prijs inclusief de shipping erbij. Op YouTube kijk ik of het voldoet aan de criteria, of het meer dan 5 video's heeft met meer dan 5000 views in het afgelopen jaar en de index. En zo maak ik eigenlijk mijn productarsenaal. Precies op deze manier. Ik hoop dat je superveel hebt gehad aan deze superkorte maar super waardevolle video over productarsenaal. En in de volgende video ga ik alles over je uitleggen over de perfecte productpage. En zo bouwen we samen eigenlijk deze store op en ga ik je alles delen met de resultaten van deze teststore. Ik zie je weer terug in de volgende video.